het kan me geen hol schelen. Dat moet je bij mij maar weten. Dat liet toch nergens op. Nee. Het is gewoon geen oorlog tegenwoordig. Daniel van Kaam, opgeleid door SC Groningen zelf, scoorde afgelopen donderdag 27 januari in het stadion, het Groene Kathedraal van Groningen, voor zijn club waarin hij voetbalt, voor Cambuur. Ja, de dreiging is groot dat SC Groningen degradeert van de eredivisie naar de eerste divisie. Hoe erg is dat? Dat gaan we vragen. Is er oproer? Ben je ook voetballiefhebber? Ja. Ja? Ja. Vertel eens. Weet je wat er gebeurt voor drama? Ja, dit is gewoon schandalig. Ze hebben geld genoeg in de kast, maar ze willen gewoon geld genoeg geven voor een trainer. Het is net Ajax. Ajax heeft meer dan 500 miljoen in de kast. Ja, maar nu hebben we een goeie trainer aantrekken. Dat is wat door zo'n kokerbak op België aan de hoofd. Maar vertel eens, wat vind je ervan? Hè? Ja, ik vind het zo, hè. Ja? Ja. Ik ben wel echt een FC Groningen fan. Jawel. Ja, ik was in het begin, ik was altijd fijn aan hem, maar die bestaat die helemaal genoeg niet meer. Nee, nee. Zou het voetbal wel veel beetje doen? Je begon wat te glunderen. Ja, dat wel. Ik, ja, ik ben, daar ben je toch trots op, weet je. Ja. Op zo'n blauw. Ja. Ja, zo heb je dat zeggen. Een beetje verkeerd aankopen, maar zo wat al genoeg. Ja, denk je dat? Nou, ja, dat zou wel, hoor. Maar zoals nou ook, ik heb nou wel gelezen dat je nog in Scandinavië erbij hebt, maar weer een achterhoede. Maar ja, wie maakt de doelpunt? Achterhoede is meer verdediging. Net, verdediging, toch? Ja. Ja, ja, ja. Dus meer spitsen koop. Dat is een beetje. Ik denk wel dat dat nog zorgelijk is. En wie hem, voor zover ik dat zo heb, hebben we nog mooie passiers. En we hebben ook de mensen doelpunt zo'n beetje vuur gemaakt. Ja. Dus we moeten doelpunt maken. We kunnen wel al achterhoede spelen. Dat is natuurlijk ook wel nog zo. Ja, ja. Maar we moeten wachten hebben, dat je het rekenen houden. Ja. Nee, ik ben geen voetbalfan. Alleen als Nederland speelt, dan vind ik het wel leuk om naar te kijken. Maar ik blijf er niet om in huis. Nee, dan is dat sfeertje. Ik ben meer van de dans en van het toneelspel. Oh, ja. Maar ja, daar zijn jullie niet voor vandaag, hè? Nee. Nou, je kunt wel een klein. Je zou voetbal wel als een soort toneelspel kunnen zien. Ja, dat is waar. En dat is ook net dansen. Dat is wel zo. Ja, toch? Want dat is wel eens vergeleken. Is dat zo? Ja, een dansen met een voetballer. Oh? Die maken een spagaat in de lucht en sliding head. Ja, weet je wel. Dus, ja, precies. Zo gaat dat. En nog tips voor de trainer of voor de club? Wat ze zouden moeten kunnen doen? Nou, twee boze mannen. Die mogen wel weg. Verderen, schudden. Als we daar afscheid van nemen. Echt verstand van voetballen. Zeker. Want dat zijn geen goede spelers of zo? We hebben gewoon geen goede aankopen gedaan. Waardoor we nu onderaan staan. Dus wat mij betreft nemen we daar afscheid van. Ja, hè? Ja. Maar er was ook iemand die zegt, we moeten nieuwe spitsen kopen als FC Groningen. Ja, ze nemen alleen maar verdedigers aan, hè. Dat is een beetje jammer. Ja. Ja. Maar goed, nu bij Ajax slecht gaat. Misschien kunnen we Bergwijn, nee? Goeie tip. Bergwijn van Ajax kopen voor FC Groningen. Ja, zullen we dat doen? Dat is jouw tip. Ik denk dat ze degraderen. Die hou een aanmerking. En denkt u dat ook? Nou, er moet wel echt stappen gezet worden. Dat wel. Maar dat ik denk niet. Mooie, ik denk niet. Ja, maar ik denk niet dat ze dat dit seizoen meer redden. Nee? Nee. Ik vrees het niet. Maar ik denk dat ook, het al te laat is. Denk je als meneer het ook 100% tegenleren? Of denk je van, nou, er zit wel een kansje in? Dan moeten ze eerst zorgen dat ze in de laatste minuten geen goalsteen krijgen. Want dat was in dit geval weer zo. Ja. Er zijn een aantal mensen die zeggen ze moeten spitsen aankopen. Ze hebben nog 16 wedstrijden. Ja, maar met alleen een spits red je het ook niet. Als het middenveld ook de ballen niet tegenhoudt. Ik zeg altijd, ik ben keeper geweest. Ik zeg altijd, als de verdediging het goed doet, heeft de keeper niks te doen. En dan kan die moeite tegen de ring. Het is straks de rijkste club. Ja. Tegen de inhoud eigenlijk, van de Eredivisie. Ja. Toen komt het eigenlijk op neer. Ja. Nou, dat is jammer. Maar wat nou als de rijkste club gaat degraderen en die heeft zoveel geld, maar wist u, dus is het de eerste divisie. Ja, dan worden vaak weer kampioen en dan ben je weer. Oh, dat is wel mooi. Als hij weer kampioen was, gaat hij weer naar de Eredivisie. Ja, ja. De voetbal is long. Ik heb allemaal niks met voetbal. Nee, is niets met voetbal. Nee, hij bokst. Is wel eigenlijk iets met, hè? Toevallig, maar met iets anders. Vrouwen dat hij bokst. Bokst? Oh, ja. Grappig. Ja. Maar zo kan zij alleen zeker. Dat is wel pooi alleen, ja. Maar hij heeft echt niets met voetbal. Zegt het zo met zo'n lading, dan denk je van die man, eigenlijk wel wat met voetbal, maar helemaal dat is niks. Nee? Nee, maar. En wat vind je van voetbal? Voetbal is oorlog. Zodat je niks uit mijn koren afgelopen. Oh. Als je op televisie keek, zo altijd gevechten. Is zo? Ja. Het is glimmer als met boksvechterie. Ik zou denken, want ze poetsen je vroeg om advies. Ja. Als de oorlog is, toch? Nee, die kan ook niet voetballen. Nee, die kan ook niet winnen. Oké. Okay, voetbal is gewoon ratsoorting worden. Oh. Ja. Moet je kijken naar ze? Nee. Mijn man enkele keer, zoals nou met de Europese wedstrijden, denk ik er nog wel. Maar voor de rest ook nooit.
Nee. Het is gewoon schandalig tegenwoordig. Schandalig? Moest verboden worden. Lading groeit niet erin, hè? Ja, heftig. Moest verboden worden. Dus je vindt dat je wagens degraderen? Ik vind het nou erg. Nee. En daar? Nou ja, dan moeten we zo dat we weer terugkomen. Al groot dagen niet de kans, is het druk gewoon. Ja, zoals een andere zo groot. Ja? Ja. Maar net waar hij ook zei, die mag gewoon een beetje geld investeren. Betere spelers. Of een andere. Meer, ja. Meer geld, denk ik. Sommigen, nee, dan gaan toch over geld. Ja, in, precies. Ja. Maar we hebben gewoon een 10 miljoen. Ja. Dan moet er weg. Dan moet er weg. En dat moet je niet doen. Die jongen heeft het contract van 5 jaar blijven. Want we hebben natuurlijk wel al wat verkocht. En eigenlijk wat er van wie kwam is, dat is nou best. Dus jij zegt, je moet spits kopen. Dat is je tip. Daar is niemand spits kopen. Wie moet de doelpunt hebben? Ja, ja, mijn doel geeft het dan met win. Ja, voetbal je zelf ook? Ja. Oh, wat leuk. Ja. Waar voetbal je dan? Bij Bato. Oké. Okay. Ja. En jij zit, ben jij dan ook verdediger of ben je spits? Ja, ik ben verdediger. Je bent verdediger. Ja. Oké. Okay. En jullie hebben goede spitsen, kan ik niet over naar de... Nou, jawel. Ja? Jawel. Ja, niet zo duur, denk ik. Nee, klopt. Nee. Oké. Okay. Nou, ja. Wou je ze nog troost toewensen of zo? Wie, je bedoelt de voetballers? Ja, de voetballers. Nou, sterkte. Echt. Ja. Uit grond van mijn hart sterkte. Echt.